Er zijn meer mannen die op jacht willen naar zo'n Formule 1 zitje. Vraag maar aan Patrick Dirks. Het zijn de Masters van 2005. Als Dirks met de Formule Renault in aanraking komt met een andere rijder en vol gelanceerd wordt. Een momentje wat lijkt op dat tussen Van de Garde en Lucas Di Grassi in het Formule 3 kampioenschap. De teleurstelling is er bij Patrick Dirks die dit seizoen gaat rijden in de nieuwe BMW Cup. Nogmaals gezien, Dirks, spang, hier in aanraking, wordt dan gelanceerd, vliegt over de kop. En ook hij houdt niet de handen aan het stuur, maar ook hij trekt zijn handen richting zijn helm. Patrick Dirks, tijdens de Masters van 2005.